Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Hogwarts Legacy. In de vorige aflevering waren we aan het duelleren, ging niet heel erg goed. Ga ik wel weer proberen, ook omdat we voor de quest nog wat dodges moeten doen. Dus dat moeten we in ieder geval proberen om die dodges te doen. Verder ga ik heel even mijn spells rearrangen, want misschien dat dat wel heel veel effect zal hebben op of het dit keer wel werkt. Oh, dit is wel super handig, misschien. Of zou ik... Zo. Ik doe het heel even zo. Gaan we het toch nog een keer proberen. En niet per se omdat ik denk dat ik ga winnen. Zeker omdat ik heb gisteren voor het laatste gespeeld. Ik ben toch niet... Het is niet dat ik meteen ready daarvoor ben. Ik ben wel een soort van ready to redeem myself, ja. Are you dealing with a partner? Yes, Natty. Then let's get started. Ik denk dat het geluid een beetje hard staat. Maar we can make this a real kan victory. Ik in post misschien nog wel aanpassen. That's the spirit. Oh. Heel even pauze, dan zet ik het geluid ietsje zachter. Zo. Oh, fuck. Ik zat dan nu al niet op te letten. Oeps. Booming. Oh. Ik zit er helemaal niet meer in, oeps. Oh, ik vind de battles wel moeilijk in deze game, hoor. Ik ben de vierde, maar misschien dat ik genoeg koprol heb gedaan om in ieder geval die mini-quest, zodat ik Expelliarmus kan leren, gehaald heb. Gaan we even naar de quest kijken. Ik moet nog één keer dodge. Nou, dan ga ik het nog een keer proberen. Waar is hij? Hier is hij. Hey. Oh. Yo, Macaroni. Hallo, Lucan. Is de final round of Cross Wands ready? So who's back? Ready to redeem yourself? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. Okay. Maar ik vraag me af in hoeverre het dan eerlijk is dat ik gewoon geraakt kan worden terwijl ik met iemand anders aan de battler ben. Want dan kan ik toch nooit winnen. Ik weet zeker dat ik nu genoeg heb gedaan om Expelliarmus te mogen leren. Oké, let's go. Nou, oh, ik wou net zeggen. Rennie! Oh, ik zie dat mijn computer er wel een klein beetje moeite mee heeft als ik zo mijn de achtergrond van mijn gewone ding zie. Ik hoop dat het in de... dat je er niet al te veel last hebt in de opname. Ik zou misschien kunnen fast travelen, bedenk ik me nu, maar... Oh, we moeten... Weet je, we gaan alsnog fast travelen.
Nou, in deze tijd had ik er al kunnen zijn, denk ik. Hier. En dan X. Special reward to unlock... Volgens mij gaan we naar het bos toe binnenkort. Als ik Expelliarmus heb geleerd. I hope you were able to take care of everything I... Professor, I completed all of your most recent assignments. Yeah. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Okay. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. The dummy is here if you wish to stay. Oh, nice, nice. En level 9, ook dat nog. Wat is nu de bedoeling? Wacht. Zal ik eens kijken of ik tegen die dummy Expelliarmus kan doen? You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Okay, dank u. Dan gaan we nu even kijken. World map? Daar moet ik heen. Dan gaan we. Dan gaan we naar deze fast travelen. Dan moesten we iemand. Was dat niet de een familielid van Diggory? Van die painting? Of was het iemand anders? Dit is in ieder geval de weg naar het Forbidden Foresty. Nice. Laten we die gewoon even aanzetten, die quest. Track die quest. Zo. Oh. Ik moet al goed opletten waar ik naartoe ga. Ik moet hier over het water heen. Over de bergen en door het woud gaan wij naar oma toe. Oeh, monies. En wij houden van monies. En een eekhoorn. Kijk. Zo krijgen we best wel wat monies. En dan kunnen we binnenkort in Hogsmeade weer wat gaan kopen. Hier moest ik naartoe. Here I am, as good as my word. Oh ja, dat spooky, dat was het. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It would take the patience of a Hufflepuff to track down these pages. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a birdbath. When you find it, say Inframuros. I think it's Latin. Or Greek. Nice. I never paid much attention in school. Shall we? That's good. A bitty kitty bree! Follow Jackdaw through the Forbidden Forest. Indeed. A few landmarks. A stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you.
Surprising how much of this is rather unfortunately coming back to me. Gaan we richting Aragog? You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Okay. Is that what? Nothing to do now but keep going. Wij wel. Pakken die ingrediënten wel even. Die kunnen we vast later gebruiken voor een of andere gare potion. The waterfall. For a thief, Jack was surprisingly as good as his word. Leech juice, nice. Hier naar boven, nice. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. Ik denk dat we straks gaan moeten vechten. Wat denken jullie? Het is een beetje ominous hier. There it is. Just as Jackdaw described. Wojo, ga je met tunnel? Denk ik. Oh. Eerst even dit. En zo. Intramuros. Wojo, epic. Geheime tunnel. Geheime tunnel. Even voor de thumbnail, dankjewel. Door de berg. Goed, beetje verslagen. Een soort van loot wat er kwam liggen. Oké, okay, nu kunnen we enteren in de Jackdaw's tomb. Wow, nice. Ik heb er nu al zin in. Deze game blijkt me verbazen hoe fucking vet het is. Oh, dat was waarschijnlijk nog niet eens waar we naartoe gingen, of wel? Dat betekent wel dat het in de game zit. En een vuurtje, lekker warming. Interessant, oké. Okay. Wat is hierboven? Ik wil eigenlijk eerst even checken. Kijk, coins. Coins zijn altijd leuk. Vette game. Okay, let's go. Someone didn't want casual visitors down there. I wonder if any of my spells will help me through this. Incendio. Ik wou het zeggen, verbrand dat niet? Defender was ook goed geweest, maar die kan ik nog niet. Wojo. Auw, waardoor ik geraakt. Oh, achter me. Ja. Oh, ik miste. Kut.
Accio. Instantly. Leviosa. Expelliarmus. Accio. Incendio. Expelliarmus. Accio. Good. Right. Oké, ze zijn dood. Alleen al mijn potions zijn alweer op. Welke kant moeten we op? Moeten we die kant op? Of moeten we die kant op? Ik heb al besloten dat ik spinnen haat in ieder geval. Ik denk dat we die kant op moeten. Oh, nog een spinnen. Dit is fucking moeilijk. Zoveel tegelijkertijd, hoe moet ik dit halen? Oh, hier, moet ik dit ook weer opnieuw doen? Wauw, leuk. Komen ze opeens van onder? Oké, okay, leuk. Hoe moet ik het dan halen? Leg het me dan uit, spel. Nee, verkeerde knop. Oh. Incendio. Oké, ik heb het gehaald, oké. In ieder geval een chest. Wauw, is dit het? Zo'n grote kist voor niks. Oh, en hier hoefde ik niet eens heen?
Wauw, en dan ook alleen maar voor spectacles. Ik haat mijn leven. Oeh, daar zou we naartoe moeten waarschijnlijk. If I could summon them to me, I could get on it. Get down on it. Get down on it. Oh. Cool, cool. Oeh, een reparo klusje misschien. Oh, kut, verkeerde knop. Dit is reparo. Dat is helemaal geen zin. Die moet ik gauw weer verwijderen, want anders wordt het een gedoe. Oké, wat zit hier in? That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loop, but there's no sign of him. Hmm. Oké. Okay. Fuck. I'm glad Richard Jackdaw left me something behind for me, but where can he be? Kan ik de map van deze cave zien? Nee. Tenminste, alleen links onderin, maar niet volledig. Okay, dan lopen we terug. We hebben dit stukje uitgekant. Oh, er komen spinnen aan. Yep. Wil je achter mij opeens? Hoe durf je? Ik wou het net zeggen. In de lucht? Nee. Oh, raar. Oeh. Remarkable. Remarkable it is indeed. Weet je wat ook remarkable is? Het einde van deze aflevering. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vind je het nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.